Hoi, we staan hier vandaag bij Saxion en wij zijn benieuwd hoe studenten zich aan al die basisregels houden. Hoe vinden ze het bijvoorbeeld om zich aan die 1,5 meter afstand te houden in het gebouw? En wat vinden ze van die mondkapjesrichtlijnen? Ik heb zelf geen moeite om rekening te houden met de afstand op school. Je wordt er heel duidelijk aan herinnerd dat je als je aankomt lopen, gelijk natuurlijk desinfectie en zo ziet en gelijk allemaal stip op de vloer. Hier binnen Saxion is er genoeg ruimte wat dat betreft. Dus hier kan ik het wel makkelijk aan houden. Ja, soms is het wel natuurlijk onwennig, zeker als je bekenden tegenkomt. Dan is het wel een beetje onwennig, zeker met begroeten. Maar ik, over het algemeen hou ik me daar zeker aan en ik vind het ook belangrijk dat iedereen dat doet. Goede zaak om een mondkapje te dragen binnen het gebouw van Saxion. Zeker in deze afdeling. Wij zitten hier op de afdeling van de zorg vooral. En deze leerlingen die moeten gewoon vooral naar school, want die kunnen niet leren vanaf online. De mimiek van iemands gezicht is ook wel fijn om af te lezen. En met een mondkapje kan je dat eigenlijk niet. Tip die ik zou willen geven aan alle studenten is om zoveel mogelijk ook naar buiten te gaan. Zoek bijvoorbeeld ook de sportschool op. Als je het leuk vindt om te sporten, ga een rondje hardlopen. Ga dus nooit wandelen of ga sporten of ga met een kleine vriendengroep buiten afspreken. Ik kan tegenwoordig zoveel dingen online, dus spreek gewoon met mensen online af. Ga naar buiten als het lekker weer is, dan kun je gewoon je aan de regels houden. Kun je toch met iemand zijn en kletsen. Probeer elkaar gewoon te simuleren hierin. Let gewoon vooral op zeg maar, wat er ook staat, want het wordt ook overal aangegeven. Dus op zich is het eigenlijk daar in die zin ook helemaal niet moeilijk. En let gewoon een beetje op elkaar.